Welkom bij aflevering 77 van het COVID-19 journaal. In dit journaal brengen wij een bezoek aan de Sitaram Mandir, waar ook de maatregelen in acht worden genomen. Onze Hindoe broeders en zusters zijn nu in hun vaste periode. Navratri is een 9-nachten devotionele dienst die gewijd wordt aan de viering van Durga Mata en wordt wereldwijd heel groot gevierd. Wij brachten een bezoek aan de Sitaram Mandir. Als gevolg van aantal besmettingen en uit voorzorgsmaatregelen hebben kerken, moskeeën, mandirs en andere gebedsruimten hun deuren voor geruime tijd moeten sluiten. In het begin heb ik aangegeven van het was de tijd dat we pas enkele gevallen hadden. Toen zeiden we van we zullen de scholen sluiten, we zullen ook eigenlijk hoogstwaarschijnlijk, net als hoe de COVID-management team eigenlijk doorgeeft, ons houden aan alle preventieve maatregelen. En toen was het een beperking van aantal mensen in een ruimte. Dus we hebben daaraan gehouden en toen we zagen dat er een verspreiding dreigde te komen, een explosieve verspreiding, toen al had ik gehoord dat er komt een lockdown. Dus we waren al eigenlijk aan het anticiperen en we hebben de mandirgangers dan toen aangegeven van we gaan waarschijnlijk de mandir moeten sluiten zodat alleen om eigenlijk de verspreiding te voorkomen. En dat kan ervoor zorgen dat we dan minder gevallen zullen krijgen. Nadat de maatregelen langzaam werden versoepeld, was er weer ruimte voor het houden van erediensten en wel met maximaal 50 personen. Toen we pas open gingen, heb ik iedereen gemeld van de mandir gaat open met inachtneming van alle preventieve maatregelen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik iedereen die naar de mandir, niet iedereen hoor, maar een grote groep die naar de mandir kwam, om die te bereiken via app. En de anderen via sms. We hebben het zo eigenlijk, de boodschap gingen we zo verder verspreiden. We hebben gezegd, we gaan open. Iedereen heeft recht natuurlijk om een beetje in de mandir te bidden, maar we moeten ons houden aan de regels. Ten eerste, mond- en neuskap verplicht. Fysieke afstand is verplicht in de mandir. In het begin was ik ook huiverig om kinderen toe te laten, want die rennen overal. Maar dus ik dacht van, er komen veel oudjes, dus ik wil ze ook beschermen, kan je zeggen. Dus ik had ook aangegeven, als kinderen komen, alstublieft met begeleiding van ouderen. Zodat ze eigenlijk gestuurd kunnen worden, in de gaten gehouden kunnen worden, dat ze niet overal gaan rennen. Dus dat was in het begin. En ik heb dan aangegeven om prasad te offeren. Dan geef AUB door. Wanneer u dat wenst te doen, zodat wij dat goed kunnen coördineren. Dus dat was de manier van aanpak. En ik had aan mijn bestuursleden ook aangegeven van, kijk, als we zien dat het druk begint te worden, moeten we al eigenlijk een paar zaken communiceren. Eentje is, we hebben genoeg banken buiten, ze kunnen op afstand buiten zitten. En een andere is, men kan ook in de auto wachten, terwijl men ook luistert. En het is, we komen naar de mandir eigenlijk om onszelf te verbeteren natuurlijk, om het beste van ons leven te maken. En het initiatief al om te komen is al een goede daad. Dat is al eigenlijk een goede daad. Daar sta je open voor adviezen om het beste van het leven te maken. Dus zo hebben we gemeend van, kijk, als er te veel mensen zijn, dan gaan we de mensen toch vragen van, je had wel een goede initiatief, maar we gaan helaas voor de veiligheid toch nog vragen om in de auto even te wachten op prasad en de bhojan. Bhojan is eigenlijk de maaltijd die we meestal geven. Dus zo hebben we het zo'n beetje aangepakt. In de mandir heb ik dus 6 rijen gemaakt. Maal 6, dus 36. Dus 3 hier, 3 aan deze kant en 6 banken. Want er zijn eigenlijk dus 12 of zo. Dus in de mandir zouden we 12 maal 12 maal 10, 120 mensen kunnen herbergen misschien, als het helemaal vol is. Maar we hebben het eigenlijk gehouden op 36, zodat we
voldoen aan de COVID-maatregelen. Mantera mandir akhetiya pati honoki hethaniya. De Hindus begeven zich tijdens Navratri in grote getallen naar de mandir. Rakesh Gayadar Sukul, ondervoorzitter van de Sitaram Mandir, vertelt hoe ze het dit jaar hebben gedaan met de achtneming van de protocollen. Meestal Navratri, dan hebben we uitgebreid, delen we uitgebreid eten buiten aan de mensen. Maar omdat we mensen op afstand moeten zetten en we willen eigenlijk voorkomen dat er kans is op verspreiding, hebben we gemeend om nu takeaway pakketten te verzorgen. Dus, maar ook bij het verdelen van deze pakketten moet je rekening houden dat je de kans op transmissie moet verkleinen. Ook gaf de voorzitter van de Sitaram Mandir aan waarom het belangrijk is dat mensen zich aan de COVID-maatregelen moeten houden. Kijk, we weten dat een groot deel van de mensen die geïnfecteerd raken beter worden. We zien het ook aan de cijfers. Wereldwijd is het ook zo. We hebben nu ietsje minder dan 3/4, ietsje minder dan 75% wereldwijd. Maar dat zal waarschijnlijk komen door de explosieve uitbraak nu in Europa. Want het was al boven de 75% hoor. Maar in elk geval, 3/4 van de mensen die geïnfecteerd raken, die worden beter. Maar ongeveer 2-3% van de mensen die geïnfecteerd raken, die halen het niet. En elk één die het niet haalt, is voor ons zeker één te veel. Dus we moeten proberen om die personen te beschermen. De wetenschappers wereldwijd die hebben al eigenlijk kunnen identificeren welke groepen wat gevoeliger zijn. De oudere personen boven 65 jaar, mensen met overgewicht, mensen met chronische aandoeningen. Dus die mensen die zijn er bijna in elke familie. Dus daarom is het belangrijk om jezelf aan de regels te houden, zodat je die gevoelige mensen beschermt. Want we kunnen die mensen niet zeggen van, kijk, wij gaan onze COVID-parties houden, want we gaan het overleven. Denken dat we het gaan overleven, want soms ben je eigenlijk in een grensgeval waarbij je zelf niet weet of je een risicopersoon bent. Maar je kan dan niet zeggen van, hey, wij gaan onze parties houden en alle gevoelige mensen die gaan ergens moeten blijven totdat wij allemaal eigenlijk al beter zijn, dan hebben we dan minder kans om jullie ook te besmetten. Maar dat klinkt onethisch. Dus vandaar dat we een veilige, ethische manier hebben gezocht. Althans, ik denk de grote wereldgezondheidsorganisaties. We denken aan WHO, PAHO, CDC, al de grote organisaties in de wereld. Die kiezen ervoor om men noemt flattende curve, men noemt het zo, zodat eigenlijk geen explosieve verspreiding zich plaatsvindt. Maar en dat waardoor je eigenlijk toch nog genoeg aandacht hebt om de mensen wat zorg te bieden. Zodat je zoveel mogelijk redt. Gelukkig bij de behandeling heeft men wat, hoe noem je dat, boekt men wat vordering. Maar dan nog, het is niet satisfied, kan je zeggen. Het is nog niet bevredigend, zodat we kunnen zeggen, hey, we kunnen weer normaal leven. Dus we moeten even nog doorgaan. En de grote wetenschappers die gaan alle cijfers, ook in Suriname natuurlijk, die gaan alle cijfers blijven vervolgen, zodat we daarop de juiste maatregelen aan de samenleving kunnen presenteren. Dus dat was het eigenlijk. En toevallig hebben we een team van de volksgezondheid. Het gaat allemaal over COVID zijn, hoe we ons moeten gedragen. En dat heeft de dokter allemaal uitgelegd. En dat doen wij in onze manier, in Sitaram Mandir. Ik zie ook dat iedereen netjes doet. Iedereen heeft afstand, anderhalve meter, mondkapje, sanitizer, handwassen. De ramen zijn open. Dus ik denk, door deze gebed, dus dit gebed in de Mandir, 19 dagen lang, zal de COVID zeker verdwijnen als iedereen aan de regels houdt. Ik dank allemaal en ook het team van COVID van Volksgezondheid dat die ons heeft verrast om wat mee te nemen voor de burgers van Suriname dat ze ook deze regels aan deze regels gaan houden. En u ziet, de pandit zelf heeft ook een mondkapje op. Het is niet prettig, maar ja, we moeten ermee leven. Ja, zolang de COVID nog is.
Ook de president en de vicepresident van ons land brachten onlangs een bezoek aan de Sri Vishnu Mandir. Vicepresident Ronnie Brunswick gaf aan dat hij spirituele zuivering en een overvloed aan positieve energie heeft mogen ervaren tijdens zijn bezoek aan de Sri Vishnu Mandir. Hij wenst aan alle Sanatan Hindu broeders en zusters Subh Navratri toe. Suitam kanthe cham gopal chudamani ho mahalakshmi cha vidmahe vishnu patne cha dhimahi tanno lakshmi prachodayat ho mari sarva badha prasannam trailokya kleshari eva me vedyakar asmadvari vinashanam om hari om logane sheshan mahant dushta prushta apigamam sakalan vishtam Welcome, sir. No mani hiyo, sir. No mani hiyo, ma bhurva swa. O mangalam bhagavan vishnu mangalam dharadam dhira. Mangalam bhulgari kaksha mangalam. En dit is het geweest voor wat betreft het COVID-journaal voor deze zondag. Natuurlijk houden jullie aan de maatregelen, ook al is er een versoepeling, ook al is het aantal besmettingen minder geworden en gedaald, blijf je houden aan de maatregelen, zodat er geen tweede golf komt in Suriname. Goedenavond.